Is het dak van jouw bedrijfspand het deel waar je het minste aandacht aan besteedt? Zonde, want jouw dak is zilver waard. In deze video ontdek jij hoe jij je bedrijfsdak kan verzilveren. We zijn op bezoek bij Wabtec op bedrijventerrein BT A12 in Ede. Nou, Wabtec heeft gekozen om haar dak te verzilveren omdat een nieuw pand, een mooie platte dak, waar niemand last van heeft op het moment dat er daar panelen op liggen. Het geeft een goed gevoel als onderneming om zeg maar bij te dragen aan de CO2-verlaging door dit soort projecten op te pakken. Ja, in de gemeente Ede en in de provincie Gelderland is er het programma Verzilver uw dak. Waarin eigenlijk de provincie zegt, we willen heel graag meer zon op het dak dan op het veld. Dus laten we bedrijven die een mooie daken hebben ondersteunen. En dat kan bijvoorbeeld bij subsidieaanvragen, STE-subsidie, waarmee je dus subsidie krijgt voor opgewekte stroom. Maar ook bedrijven die subsidie al toegekend hebben gekregen, die krijgen de helft van hun begeleidingskosten, kunnen ze vergoed krijgen. Dus dat is hartstikke mooi. En de gemeente Ede wil ook graag meer zon op het dak en sluit natuurlijk bij dat programma aan. Ja, de constructie die wij gekozen hebben om de panelen op het dak te krijgen is als volgt. Hè. We hebben dus een partner gezocht die eigenlijk de totale regie in handen heeft genomen om de uitbesteding te doen. We hebben offertes opgevraagd bij diverse partijen die dus in staat zijn om zeg maar, de panelen op het dak neer te kunnen leggen. We hebben daar één partij gekozen. Aan hen verhuren wij dus ons dak. En we krijgen daar een bepaalde huuropbrengst voor. Waarbij we eigenlijk deze partner eigenlijk voor de komende 16 jaar terug gaan zien. Wat je gewoon ziet en wat wij ook eigenlijk alle klanten adviseren is voordat je opdracht geeft om die panelen te plaatsen, ga eerst met je verzekering praten. En probeer zwart op wit te krijgen welke eisen ze stellen en geef die eisen ook mee aan de partij die je opdracht wil gaan geven. Van garandeer dat je aan al deze eisen voldoet. Je wil natuurlijk je zonnepanelen op een dak leggen dat aan kan. En er zijn eigenlijk twee dingen die van belang zijn. Eén, kan het gewicht, kan je dak dat hebben? Ja, misschien wel, maar ook als er een meter sneeuw ligt. Andersom is het zo dat als de wind waait, dan zuigen ze die panelen eraf. Dus dan moet daar extra gewicht, grintegels in en dat is nog meer gewicht op je dak. Dus wat wij ook adviseren is, ook weer voordat je opdracht geeft om te realiseren, om die panelen te plaatsen, is om een constructieberekening te maken. Nou, het aanvragen van de subsidieaanvraag is eigenlijk heel eenvoudig voor ons als onderneming. We hebben dat door het hebben van die partner die je ontzorgt, zorgt ervoor dat je eigenlijk nu uiteraard met een aantal formulieren ingevuld worden, opgestuurd worden en verklaringen ondertekend worden. Maar daarmee is het ook eenvoudig afgehandeld. Ja, ik zou zeggen, ondernemers die dus ook over projecten zoals dit nadenken, zou ik zeggen, het is niet je core business. Dus met andere woorden, zorg ervoor als ondernemer dat je zeg maar, een partner aanspreekt die dat voor je kan gaan regelen. Wil jij ook zonnepanelen op je bedrijfsdak? Vraag nu gratis de Verzilver je dak scan aan. Kijk voor meer informatie op www.edenatuurlijk.nl/ondernemer.